Hey, waarom lig jij hier? Oh, voor de sokken. Ik kijk wel eens waar je badjas in nu, hè, dat weet je. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag dinsdag 29 november. En ik heb een hele leuke dag voor de boeg. Tenminste, dat denk ik. Ik ga namelijk eerst naar een heel tof event, de Gift Suite. En heb ik later op de dag vandaag de modeshow van Marktplaats, waarin ik meeloop. En waar ik best wel een beetje zenuwachtig voor ben. Maar goed, alle reden om weer te vloggen dus. En jullie gaan weer bij Manny. Oh, het is echt fucking koud vandaag. En ik ben nog steeds echt een nep Amsterdammer. Ik ben een echte, maar ik heb de weg niet helemaal kan vinden zonder Google Maps. Dus die ga ik even bijpakken. Goedemorgen. Kel, wat heb je ontdekt? Wat heb je ontdekt? Laat het zien. What's in the bowl? Yay! Nou, ik ben Minor in de Grand. Het ziet er super mooi uit. Lekker in de kerstsfeer. En ik heb natuurlijk meteen de ontbijttafel weer ontdekt. Dus hier zijn we even uit het gesprek. Hoe leuk is dit? In het kader van geven is het nieuwe nemen. Iedereen een cadeautje meegenomen voor Stichting van het Vergeten Kind. En dat hebben we allemaal mooi aan inpakken. Dus al die kinderen krijgen iets moois van ons voor kerst. We zijn er klaar voor. We gaan echt de suite in nu. Malik, heb je er zin in? Malik is druk. Malik. Oké, poging 2. Wacht even, schat. Dat gaat niet lukken. Such a lonely day. And it's mine. Hier mogen we wel hier bij de ingang zijn. Hey, waarom lig jij hier? Oh, voor de sokken. Ik kijk wel eens waar je badjas in nu, hè, dat weet je. Ik heb er wel iets onder aan, ja. Van de buren. Oh, gelukkig. Dat mag wel. Ja, gewoon dat in de lijn. Kijk hoe Brian hier bent en dan kijk hoe Brian staat. Zal ik gewoon een mooie subtiel ook doen? Ja, gelukkig. Het is één maat, zeg ik. Oké. Okay. En onze spray stinkt ook even. Ja, dat is fijn. Laag dat is echt fijn. Stinkt altijd zo. Je omhoog kijken, oog sluiten en dan komt het. Het licht is een beetje gekkig. Haar gezicht is net een spookje. Ja, door het licht. Ja, door het licht. Heel eng. Kel, het is niet je beste, dit is niet je beste shot dit. Zo. Ja, beter. Gelukkig. Kel, wat beter om beauty. En het is heel makkelijk. Ik vind vooral die haarklipjes wel leuk. Cool, hè? Ja, ja, ik denk ook in. Ja, ik ben helemaal zeg maar opgepimpt. Ik heb een kleurtje, maar haar is met droogjes op mijn hoofd. Lippen zit op, lipgloss van Poepa. En nog meer. Heel veel. Het is helemaal te grijpen. Ik ben helemaal in de watten geweest. Ik sta inmiddels buiten bij Hotel de Grand op mijn Uber te wachten, want Kees en Goodiebags die gaan niet mee op de fiets. Dus ik ga lekker met de taxi. Het was echt zo ontzettend gaaf. Echt, ik ben helemaal verwend. Helemaal overdonderd. Super tof. Zeker, ik ga je helpen op jouw manier. Werkt toch helemaal niet, joh. Zo, ik ben weer thuis. Na echt een te gekke editie van de Gift Suite. En ik dacht, als ik nou eens even een kleine unboxing ga doen. Nou ja, klein. Het zijn dus 3 goodie bags. Maar goed, ik ga gewoon even laten zien wat er allemaal in zit. Want ik weet het zelf dus van eentje wel. Die heb ik allemaal gekregen tijdens het event en van de ander niet. Dus ik ga er gewoon even heel snel doorheen. Oké, wat zit er in de goodie bag van de Gift Suite? Chocola van Johnny Doodle. Heel lekker met amaretto smaak. Maar ja, dit is toch zo'n vet ding. Dat heet dus, laat je niet misleiden door de naam, een waterpik. Het is bedoeld om tussen je tanden mee te spuiten, zodat de ruimtes ertussen goed schoon worden. Het werkt heel goed, ik heb hem al mogen proberen. Een lekker afgeknapt stukje bananenbrood, dat heb ik zelf gedaan. Oh ja, van Poepa een hele mooie lipgloss. Misschien heb ik nog een beetje op. Ja, met hyaluronzuur, waardoor je dus vollere lippen krijgt. Oké, wat hebben we hier? Oh ja, dit is heel nice. Dit is ook heel leuk ingepakt als kerstcadeautje. Dit is zo'n desinfecteergel voor je handen. Alleen dan ruikt die echt heel lekker. Dus niet zo chemisch als dat je normaal hebt, dat het echt naar ziekenhuis ruikt.
Maar het ruikt gewoon echt heel lekker dan. Oh ja, dit is ook nice. Van Mark, Mark Inbeen. Volgens mij spreek ik het goed uit. Die hebben dus bruin zonder zon. Dat heeft ze bij mij gedaan. Ik weet niet of het te zien is, maar een heel fijn product. Wat er niet in zit. Alleen een tasje. Goed, ook leuk. Oh, dit is zo cute. Dit is van het merk Granny's Finest. En wat zij doen, dan gaan omaatjes in het bejaardenhuis, die gaan deze mooie producten breien. En die worden dan verkocht met een kaartje eraan, met een boodschap van de oma die het heeft gebreid. In dit geval is het gemaakt met plezier door Rita. Echt onwijs leuk. En dan kan ik lekker op de fiets, zonder dat ik koude oren krijg. Nou, heerlijk. Echt heel blij mee. Bij deze Rita bedankt. Maar dit is ook heel cool, van Idioot du Village, oftewel de dorpsgek. Ja, ik draag dus nooit kraagjes ergens onder, maar heel veel mensen doen dat wel. En dit is dus dat je niet een hele blouse eronder aan hoeft, maar dat het wel lijkt of je een kraagje eronder aan hebt. Dus zeg maar, het wordt natuurlijk helemaal niks. Oké, dit is dus niet de bedoeling. Ik ga het volgende keer nog even goed laten zien, want het is echt heel cool. Oeh, deze. Van het merk Clues. Een heel pretty horloge gekregen. Beetje van hetzelfde groene eibare stofje als het leuke tasje wat erbij zit. En hij is echt gek. En ik heb echt heel veel zin om hem te dragen. Het zit helemaal in een doosje verpakt. Yes. Kijk nou eens even hoe mooi deze is. Super nice. Helemaal blij mee. Ah, socks. Heerlijke, warme, wolle gebreide sokken. Die draag ik waarschijnlijk ook gewoon in bed, want ik krijg mezelf dus echt niet warm. Mijn favoriete nagellak van Caption, dat is echt top spul. Dat blijft er super goed op zitten door de top en base coat die je erbij gebruikt. En ik heb dus 4 kleurtjes van ze gekregen, maar ik weet niet welke. Oh, het flikkert allemaal sneeuw uit, jongens. Wat doe je er maar aan? Oh nee! Oh, sneeuw. Kijk nou. Oh, fuck. Oh, nou, dat wordt stofzuigen. Een hele mooie zilvergoudachtige. Heel tof. Oeh, een prachtige nachtblauw. Ik weet niet of je het überhaupt kan zien met al die sneeuw erop. Een hele mooie top effect met zilveren glitters. En pretty red. Altijd mooi. Niet alleen voor kerst overigens. Ik ga even mijn handen afkloppen, want dit is helemaal kut. Mega chill als je even wat minder volume in je haar hebt. Of een soort van je kapsel wil opfrissen. Droog shampoo van Batiste. En deze ruikt fucking lekker. En hij heeft een mooie print. Hey, Ziggy. Kijk. Deze vent. Die heeft een panty stuk maken. Die heeft volgens mij een model gestaan hiervoor. Want laat eens even je buik zien met je mooie stippels. Kijk. Kijk nou. Mijn kleine panter ben jij, hè? Je hebt geen droog shampoo nodig. Je hebt al volume. Oké, ik ga maar sick. Oké, nu de tas waarvan ik de inhoud nog niet weet. Oh my god, ik voel me net jarig. Een bad eend van Loes Hansa. En als je daar een foto mee post eind december, dan maak je dus kans op een ticket naar Florida. Dus dat ga ik doen. Nou, piep niet. Even kijken. Dit is super vet. Full of shit. Die vind ik mooi. Dit vind ik ook echt gek. Dit is een tasje van de Stichting van het Vergeten Kind. De Gift Suite is natuurlijk een event waarbij je gewoon onwijs veel cadeaus krijgt. Wat echt mega tof is, maar het is best wel overweldigend. En ja, ik weet niet. Je voelt je gewoon een soort van bijna een beetje schuldig dat je al die mooie dingen krijgt. Wat hebben ze nou gedaan? Ze willen niet alleen voor ons iets doen, maar ook gewoon echt iets goeds voor de wereld doen. En daarom hebben ze dit jaar voor Stichting Het Vergeten Kind een actie opgezet. Ze hebben iedereen die daar aanwezig was gevraagd om een mooi cadeautje te kopen wat we daar ter plekke gingen inpakken. Dat wordt allemaal aan de kids gegeven die het met kerst normaal niet krijgen. Dus dat vind ik echt gek. Dit is allemaal heel tof om te krijgen, maar om zoiets te geven dat voelt eigenlijk gewoon nog wel fijner. Oh, wat is dit? Oeh, het massagehuis. Een lekker olietje. Oh, dat zit volgens mij in West. Een fles shower oil van Sabon. Kokosolie altijd goed, overigens niet om mee te masseren, maar dan kun je beter mee koken. Oh, kokosballen. Deze zijn echt fucking lekker van Madame Kokos. En volgens mij moet je deze zelf afpakken. Ja, super lekker. We staan vaak ook op van die food events. Nog meer chocolade, ze hebben wel lekker eten in die tas gestopt. En een cupcake van een snoep. Die geef ik weg, want ik ben niet zo gek op snoep. Een facial crème van Harmonie. Oh, doe dat open before Christmas. Dat ga ik niet doen ook dan.
Die krijgen jullie nog te zien. Een tijdschrift van de Grannies, van die hoofdband die het liet zien. Heel cool. Oh, dit is gaaf. Oh, een beauty pillow. Een satijnen kussensloop. En dan word je mooi wakker. Nou, ook dat krijgen jullie nog te zien. Ik ben benieuwd of dit werkt. Hij is wel heel cute en hij is lekker zacht. Oeh, een lekker setje van Collistar. Wat zit erin? Een melting cream. Oeh, en een scrub. Oeh, nice. Ik had nog geen scrubje. I need it. Een lekkere mondverfrisser. Handig voordat je op stap gaat. Nog meer chocola. Jongens, hier maak ik me hartstikke blij. En, oh, een facial cleaning device van Foreo. Daar kun je dus je gezicht mee schoonmaken. Young Magazine, ook mega leuk. Wat hebben we hier? Dat van Royal Green, hetzelfde merk als waar die kokosolie van is. Zeg ik het goed? Ja. Laat maar raden, een kokosgord. Ja, een kokosgord. Oh, van Muchacho Malo. Dit is zo'n boxershortrand. Nou, trouwens, een beetje klein, maar goed. Daar krijg ik nog geen leuke bikini van. Die wordt nog nagestuurd. Oeh, zo'n lippenbalsem in een balletje. Hier hoort vast nog iets bij. Oh, dit is natuurlijk van die sabon. Van die douchegel, denk ik. Kom hem mij uit te pompen? Ja, dat denk ik wel. Handig. Batiste dry shampoo, maar dan iets kleins. Oh, dit is echt heel nice. Het zijn dus drie kleine droge shampootjes. Super handig voor je tas. Flyers, flyers. Oh, ik zie iets waar ik denk ik heel blij van word. Ik had net toch massageolie van het massagehuis. Een envelopje met voor jou van het massagehuis. En ik heb het vermoeden wat hierin zit. Ja. Ja, ik mag een massage ondergaan bij het massagehuis. Heerlijk. Tussen half januari en half februari. Nou, dan heb ik het vast ook heel erg nodig na alle drukke dagen. Echt heel fijn. Daar ga ik heel dankbaar gebruik van maken. Oh, wat heb ik hier? Een palmboom sticker, denk ik. Oh, dit is volgens mij gewoon een print. Maar dit is trouwens wel echt heel leuk van mijn muur. Heel leuk, van die wenskaartjes. Cute, het past lekker in mijn huis. Oh, ook nog een boekje van het vergeten kind. Dat is leuk, dat ga ik eens even goed doorlezen. Camilla's Secrets. Dit is Siggy. Siggy, hou zo. Ik ga lopen weer te klooien. Ja, je bent vervelend. Dit is iets met lavendelolie. Oh, het is een zeepje. Op zo'n mooi... Oeh, lekker. Op zo'n mooi onderzettertje. Volgens mij... Valentino? Valentino. Wacht, ik ben niet de grootste fashioniste, maar Valentino... Valentino is toch zo'n onwijs fashionmerk. Oeh, oh my god. Nou. Jongens. Ja, mijn nieuwe staptas. Nou, dit is een partij gaaf. Oké, denk de tape even weg. Hoe cute is deze klits met zo'n mooie ketting eraan. Anyway, ik zorg dat ik hem gauw fotografeer bij een outfitje op Instagram. Dan zie je hem veel beter nu, maar I love it. Heel cool. Ah, haha. Mark Ibaan, dit is dus dat zelfbruiner spul. Oh, een geurkaars. Maar daar word ik dan niet bruin van. Oeh, maar hij is wel helemaal chic. Lekker. Oh, heerlijk. Kijk dan even hoe ik erbij zit. Even serieus. Check. Oh, deze spullen. Niet normaal. Echt niet normaal. Fucking vet. Als ik het niet had gezegd, dankjewel Friends of the Brands. Dat is echt mega vet. Ik ben dus inmiddels in de Vondelkerk. Super mooie plek, kijk maar om me heen. In mijn outfit, Creative Chic. Ik dacht dat ik aan een thema voldeed. Er zijn allemaal van die prachtige poppetjes met prachtige jurkjes aan. Kom ik hier als een soort van half clown. Dus ik ben nog benieuwd hoe daarop gereageerd wordt. Ik heb wel een paar killer heels, waar ik dus niet op kan lopen. Daar moet ik bij de kijken.